mensen, wat leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe vlog. Ik heb alleen wel even wat besloten over de vlogs, omdat ik loop echt mega achter met al het beeldmateriaal. En dat is echt heel stom van mij, maar ja, als ik nu zeg maar weer gelijk zou moeten gaan lopen, dan zou ik echt een paar dagen mezelf moeten opsluiten en alleen maar vlogs editen. En dan gaat de lol er een beetje vanaf. En ik heb daar ook eigenlijk gewoon geen tijd voor. Ik loop dus wel echt maanden achter. En ik dacht, het is toch eigenlijk wel leuker om een beetje actueel te laten zien wat we op dit moment aan het doen zijn. In plaats van 4 maanden terug. En ook nu een beetje te laten zien hoe de seizoenen aan het veranderen zijn en zo. We hebben vandaag toevallig echt een super mooie dag. Oh, ik kan niet helemaal in de zon staan. Maar we hebben toevallig vandaag echt een super mooie dag. Maar we hebben ook echt stormen hier gehad. En het wordt wel echt steeds kouder. Daarom heb ik ook echt zo'n vliesding aan de helft van de tijd. Oké, moet even. Het wordt dus wel gewoon kouder en we zijn alweer andere dingen aan het doen. En dat kun je dan op Insta soms ook zien. En dan, het klopt gewoon allemaal niet meer helemaal. Ik maak even een sprong in de tijd. De andere vlogs ga ik wel gewoon nog editen en die ga ik ook gewoon nog uploaden en zo. Dus dat komt allemaal nog wel. Die beelden gaan niet verloren of iets. En als je dat leuk vindt om terug te kijken, dan kan het natuurlijk altijd. Ik bedoel, deze vlogs maken we ook vooral wel omdat we het zelf heel leuk vinden eigenlijk om terug te kunnen kijken over een paar jaar of wat dan ook. Maar altijd welkom natuurlijk. En we springen nu weer in op het moment dat ik ongeveer halverwege oktober terugkom uit Nederland. Ik ben al een paar weken in Nederland geweest. En daar gaan we nu weer verder. Dan loop ik nog maar ongeveer een maand achter nu ik dit film. Dus dat is veel beter. En leuk dat jullie weer kijken. En veel plezier ermee. Even een paar weken in Nederland geweest. Was heel fijn. Iedereen maar even zien en gewoon weer lekker bijkletsen. Ook lekker in bad. Heerlijk. maar we zijn weer terug. Een beetje een bewolkte week hebben we op dit moment. Maar alsnog best wel felle zon, dus je hoort mij niet klagen. En ik heb iemand meegenomen vanuit Nederland naar Spanje. Nelis is een vriend van Bent officieel, maar natuurlijk ook een vriend van ons allemaal. Die had tijd om ons te komen helpen, want we kwamen wat mankracht tekort. En die is dus lekker meegegaan hier naartoe. Dus we zijn nu echt super veel progress aan het maken met de tent. Dus dat is super fijn. En de keuken is er beneden al uit. Dat zal ik ook gelijk even filmen. Dus daar komt een helemaal nieuwe keuken in. Ze hebben de wanden hebben ze allemaal gestuukt. Dus er zijn echt best wel veel dingen gebeurd terwijl ik weg was. Maar alleen maar fijn dat het lekker doorgaat. Dan weten jullie een beetje wie jullie op het filmpje zien en wat we allemaal hebben gedaan de afgelopen weken. En dan kunnen we. Oh ja, mijn haar is kort. maar dan zal ik ook even laten zien hoe de keuken eruit ziet. En dan zijn jullie weer op de hoogte. En dan kunnen we weer verder met de vlogs. Nou, typische avond hier. Hoi Maarten. Hoi mama. Hallo. Hoi Nelis. Fijn dat jij er bent. Ik moest even laten zien hoe het huis er nu uitziet. Want mama en Maarten hebben alles helemaal mooi gestuukt. En de keuken is eruit. Er staat al deels een nieuwe keuken in zelfs. Ze hebben dit helemaal eruit gesloopt. Hier stond eerst een bar voor de mensen die zich dat nog kunnen herinneren. En dan hier al een nieuwe keuken. In wording. Nou, ze hebben hier ook alles gestuukt. En geverfd. En we hebben sinds kort elke keer het haartje aan. Om het lekker warm te hebben. En we hebben dus Nelis meegenomen. Om het nog warmer te hebben. Hoe vind je het hier? Leuk. Leuk? Lekker warm. Heel lekker warm.
Heel lekker warm. Word je niet te hard aan het werk gezet? Nee hoor, het valt mee. Nee, het valt mee? Gelukkig. Gelukkig. Nou ja, Nelis is dus onze hulp deze dagen. Yay! Yay! Vriend van Bente. Dat is een grapje. Maarten, vlieg je weer eens uit. Is het niet makkelijk, hè? Ik ben Nelis, gaat het veel soepeler. Het idee dus is, je hebt drie van die grote palen. Er zit één naar de luifel toe. En de achterkant krijgt er nog drie. Dus 1, 2, 3. Die zie je daar al. Ik kan niet echt zeggen dat het een geweldig systeem is. Je doet dus eerst de buitenlaag. Die zitten hier nu op. En dan moet dan aan de binnenkant moet zeg maar een tweede laag isolatie. Dus elk van die palen die heeft twee lijnen. Dus dit is de buitenkant, dit is de binnenkant. Alleen, ja, het ene sluit het andere elkaar het hele een beetje uit. We hebben mama als hulptroepen ingeroepen. En nu hoop ik dat het wel lukt. Nou, vertel maar. Maar dit worden dus drie delen. Dat is dan de achterkant. We hebben één team, wat één persoon die daar begeleidt, één trap vasthoudt en één die trekt. Oké, okay. Wil ik jou maar vasthouden? Strategie, ja. Waar jij maar mee inspelen. Ik heb mijn eigen krachten. Je moet ook opvangen. Mogelijkheid, ik vang je ook op, schat. Ik vang jou op. Yay! Doei, muis! We had fun! Ja! Kijk, je gaat. Doe het doen, doe het doen. Nou, dat liedje hebben we wel even nodig. Want, we komen er net achter dat alles verkeerd om zit. Dus alles mag opnieuw. Nou, zij proberen even de positieve sfeer erin te houden. Ik weet nog niet zo goed wat ik voel. Maar het ding is dus dat je ziet die doeken. Die moeten natuurlijk sowieso de binnenkant en de buitenkant en zo. Nou, dat hebben we allemaal goed gedaan. Maar nu zit dan links zit rechts en rechts zit links. En ik heb nog geprobeerd om iedereen ervan te overtuigen dat het echt niet zo erg is. Alleen, redelijk terecht willen ze niet naar me luisteren. Omdat er bepaalde flappen aan de zijkant zitten. Ventilatieflappen. En die wijzen nu dus die kant op. En die moeten die kant op zitten. En anders komt er dus wind en regen tussendoor. So, I'm fucked. En het is echt, ik zal niet overdrijven, heel veel werk om dit eruit te krijgen. Omdat je dus helemaal in de nok moet werken. Dus we staan elke keer op dat trappetje. En het is echt gedoe. Nou, we gaan wel. We gaan even knallen. Want we willen hem echt ook heel graag hebben staan. Zeg maar die achterkant. Het gaat over 2 uur gaat de zon onder. Oh, mooie zon. Ja, het is wel prachtig. Mooi weer. Het is wel mooi weer. Nou is het. Ja, het is mooi weer.
Nou, de positiviteitsgoeroes en ik gaan aan de slag. Het resultaat van vandaag is, ja, dit is afval uiteindelijk toch nog, ik moet zelfs mijn fles aan doen, want het is al bijna donker, dat de achterkant helemaal staat. We hebben er even een doek voor gehangen, zodat er geen beven te komen. Maar hij staat helemaal zo. Staat, ik zal de buitenkant ook even laten zien. Bo. Zo, groot hè? Nice. Wat vind je ervan? Hoe vind je, man? Nou. Goede krassen hè?